Hallo iedereen, ik ben Diete. Ik ben alumni Master Sociaal Werk. Momenteel werk ik bij Thuiszorg Kempen als verantwoordelijk voor de dienst Gezinszorg. Als vooropleiding heb ik de Bachelor Maatschappelijk Werk gedaan. Na de Bachelor had ik het gevoel dat er nog zoveel was in het sociaal werk dat ik wil leren kennen en meer over te weten wil komen. En daarom ben ik ook de Master gaan studeren. Eerst heb je natuurlijk het schakelprogramma. Schakeljaar kan je heel veel vakken zelf kiezen. Dus je kiest zelf waar liggen mijn interesses of waar wil ik meer over bijleren, wat heel fijn is. En anderzijds de master heb ik heel veel interesse ontwikkeld voor beleid en onderzoek. Enerzijds beleid, dus leren wat is een beleidstekst, hoe schrijf ik dat. Hoe is beleid geïmplementeerd, al die zaken. Maar anderzijds ook onderzoek. Dus op verschillende momenten in de master kan je een onderzoeksproject opzetten. Je kan ook kiezen waar gaat mijn onderzoek over. Dus je kan ook inspelen op je interesses of eventueel je werk, wat zeer fijn is. In de master heb ik ook geleerd om kritisch te kijken naar het sociaal werk. Om te kijken van wat zijn de achterliggende mechanismen of hoe is het beleid hierop toegepast. Maar ook van de toekomst van het sociaal werk. Waar gaan we naartoe met het sociaal werk en hoe kunnen we bijvoorbeeld technologie toepassen om een betere hulpverlening te bieden. Ook het studeren aan de universiteit vond ik zeer fijn. Ik had altijd het idee van dat in grote aula's heel zakelijk en ontoegankelijk. Dat was totaal niet het geval. In de master zit je met kleine groepen samen. Wat maakt dat je elkaar snel leert kennen. Er is ook een mix tussen werkstudenten en studenten die net de bachelor hebben afgerond. Wat maakt dat je elkaar kunt inspireren en andere visies kunt leren kennen. Ook de proffen zijn zeer toegankelijk. Je kan er heel veel aan vragen. Ze zijn ook altijd klaar, maar staan ook heel hard open voor uw eigen mening en visie. Wat zeer fijn is, dus je kan uw eigenheid zeker en vast leggen in de masteropleiding. Dus moest je nog twijfelen, zeker en vast niet doen. Neem de stap en wie weet zien wij jou binnenkort in de master sociaal werk. Dag!